from Impossible Love. Hendrik the Vuur Prince and Jelka the Snow Princess. Je rijdt naar de wolken, je tikt de wolken aan.
de sneeuw de wereldondaars. Je pakt de sneeuwsjaar tot een grote sneeuwbal en die klap je ook heel tegen elkaar. Ja, en dan dwarrelen alle winterse sneeuwvlokjes naar beneden. Prinses Jelka, ik heb denk ik nog te veel vuur. Maar dat is toch niet erg, Prins Kinder. Ik weet zeker dat als jij en ik in al deze winterlakaien nog één keer proberen, dat het dan prachtig wit zal worden. Oké, okay. Laten we nog één keer met z'n allen proberen. Kun je dat nog niet? Dus je rijdt naar de wolken. Je tikt de wolken aan. En dan valt het sneeuw zo langzaam naar beneden. Ja, en dan maakt het een hele grote sneeuwbal. En helemaal wit geworden. Het wordt gewoon helemaal wit. It's all right. En Prinses Jelka, zullen we met z'n allen door de sneeuw heen stappen? Oh, dat vind ik een heel stampen, goed idee. Door de sneeuw heen, zo hard als je kan. Stampen. En misschien kunnen we ook wel, jij hebt de schaats al aan, zie je, schaatsen door de sneeuw. Laten we schaatsen. Geef zo met je arm en je benen met elkaar. En dan sneeuw engel. Wauw, het is gedaan. Hé, maar Prins Kendrick, wat ben jij aan het doen? Prinses Jelka, een warm winterfeest heeft niet alleen sneeuw, maar ook vuur nodig. Dus ik ben op zoek naar stoere winterlakeien die samen met ons vuur zouden willen maken. Wat een goed idee. Ja, ik zie er al een hele hoop. Ik zie daar een stoere, ja, en hier een winterlakei. Oh, inderdaad. En wie van jullie kan met dit? Kun jij dit ook? Zoveel al. Kun jij dit? Zo. Wow, wat goed. En verplaatst de warmte. Maar Prins Kendrick, smelt ik dan niet? Nee, natuurlijk niet, Prinses Jelka. Oh, gelukkig. Nee, dat beloof ik. Oké. Okay. Let's make some fire together. Dus, je warmte handen op. En dan schiet je dat vuur omhoog. En opzij. En omhoog. En nog een keer opzij. En dan verspreid je daarna alle warmte door de winter Efteling en ver naar buiten. Dan maak je een klein vuurballetje van jezelf en dan spat je uit elkaar. Wow, kijk eens even. Wat een stoere winterlakei zijn jullie allemaal. Inderdaad, Prinses Jelka, maar zullen we deze warmte behouden door met z'n allen één grote cirkel te maken? Ja, laten we de warmte vasthouden. Pak elkaar z'n handen maar vast. Heel graag. We hebben één grote cirkel. Ook alle papa's en mama's mogen meedoen, want ook jullie hulp hebben we heel hard nodig. Dus kom maar gezellig bij. Maak het maar een ronde kring, dat je allebei de handjes in je kindje. Ja, zo. Goed zo. Heel goed. Kijk eens aan. Ja. En als we zo dan de warmte kunnen behouden, Prinses Jelka, dan is dit misschien een goed moment om met z'n allen de vuurdans te dansen. Oh, dan kunnen we de warmte verspreiden. Ja, inderdaad. Let's spread all the warmth. Dus stap maar eens in je handen, dan worden je handen lekker warm. Goed zo. En ook aan de zijkant, papa's en mama's. Jullie kunnen ons ook goed helpen. Jazeker, maar ook willen we natuurlijk onze benen opwarmen. Dus spreid je benen maar eens warm. Ja, goed zo. En blijf die warmte maar omhoog. Wow. En nog een keer omhoog. En nog een keer omhoog. En verspreid maar al die warmte door de winter Efteling en ver naar buiten. Heel goed. Ik denk dat we hierbij ook wel eens even kunnen stoppen. Want daarbij krijg je het ook lekker warm. Inderdaad. Stamp maar eens zo hard als je kan. En een rondje. Ja, goed zo. En de andere kant erop. En pak dan maar eens elkaars handjes vast. Ja, heel goed. En dan blijf je warm zijn naar rechts. Dus loop maar naar rechts. Loop maar naar rechts. In het ring. En blijf goed stampen. Om de warmte te zetten.
applaus voor mezelf. Heb je het allemaal lekker warm gekregen? Misschien kunnen we met deze prachtige winterlakaien nog meer verschillende werelden samenbrengen. Wat een goed idee. Weet jullie nog hoe je sneeuw en vuur maakt? Zo en zo. Ja. En laten we nog één keer met z'n allen feesten. Ja, en hopelijk hebben jullie een hele fijne dag nog in de Efteling. Dag allemaal. Dag allemaal.